Hey mensen, Mark hier van Art Dynasty met vandaag een nieuwe video. Niet Weekly Games, maar wel gewoon een paar dingen waarvan ik denk het is wel handig om te delen. We hebben de Wicked League wel afgemaakt. En ik heb mijn laatste 10 niet opgenomen, want ik had er gewoon niet echt lol in. Weet je wel, het ging wel goed, maar het was stressvol om op te nemen. Dus ik zal laten zien. We hebben Gold 1 gehaald, geloof ik. Vrij zeker. 20, 10 gingen we uiteindelijk. Wat degelijk is, you know, we hebben het afgemaakt, we speelden wel prima. Ik weet dat mensen vaak zeggen in mijn team dat ik wat spelers moet omgooien. Dat heb ik ook gedaan voor deze video. Een duimpje omhoog op deze video zou ik enorm waarderen. Als deze video de 2000 likes haalt, dan ga ik Apex spelen. Niet streamen misschien, maar niet uploaden natuurlijk. Nee, grapje. Ik zou het gewoon enorm waarderen als je een duimpje omhoog zou willen doen. En als je de video niet leuk vindt, laat me dat dan weten in de comments. Er zijn een paar dingen, maar voordat ik dat helemaal ga doen. Er is een SBC uitgekomen, maar ik wist dit legit niet, hè. Ik had het erover, van als er een flashback moet komen van huidige spelers of premium SBC. Ik had zoiets van, ja, geen idee. En hij heeft twee keepers released waarvan ik denk, ja, hier ben ik heel erg blij mee. Howard verdient legit alle credit die voor zijn carrière die hij nooit kreeg. En Cech is natuurlijk Arsenal speler nu. Niet eerst, maar wel nu. Ik besef me dat ik hier nog twee spelers moet kopen. Dus dat moet ik even doen. Jimenez en Iarra Mendy, dat team wil ik inleveren. En dit dan voor het Premier League team. Radecki, het meeste is untradable, of in ieder geval een goed deel hiervan is untradable. Dus dat gaf mij het gevoel dat ik dit wel kon doen. De games op de Idrissa Ganangay zijn van Squad Battles. Ik denk dat je dat wel kon raden. Dus we leveren dit even in. Ik maak even de coins voor Iarra Mendy en die andere 84 en dan zie ik jullie zo. Right, ik heb Iarra Mendy en Jimenez weten te kopen. De rest van die zone mag je zien is untradable. Sommer dus, 87, hij is altijd nuttig voor dit soort squads. Arias gaat het licht van de dag niet meer zien in mijn team. Dus was wel een degelijke speler, alleen zo bijzonder chill vond ik hem ook weer niet in die zin. Rudiger Giroud, als hij met Chelsea speelt, dan heb je natuurlijk minimaal 2 nodig. Kondogbia, misschien dat deze stijgt in waarde, I know, omdat hij niet meer Frans is. Maar dit was zijn waarde voor mij. Mertens gebruiken we, hij is untradable. En ik weet dat dat misschien stom is, maar het is meer van... Ik ga hem anders nooit gebruiken. Ik haal nu precies de chemistry die ik nodig heb. En de rating. Dus ik heb zoiets van... You know, ik open hem gewoon. Ik doe het gewoon. En dan heb ik... Kijk, ik raad niet iedereen aan om deze SBC te doen met de spelers die ik inlever natuurlijk. Alleen voor mij is het zo van... Het is een Arsenal speler. Een van de beste keepers sinds ik voetbal heel actief volg. Ik heb zoiets van... Waarom zou ik het niet doen, weet je wel? Natuurlijk wordt hij wat kut te linken. Ik zal er een Premier League verdediging omheen moeten gooien. Maar daar heb ik eerlijk gezegd wel vrede mee. You know, we kunnen altijd nog... En ik zou een comment die dat aanraden. Ik zeg niet dat ik het per se van plan ben. Je kan altijd nog een tweede team maken. En dan kijken we wel gewoon wat we daarmee willen doen. Misschien maken we wel een beetje een hybrid. En dan hebben we één Premier League team. Laat me dat weten wat jullie daarmee willen zien. Weet je, ik probeer gewoon FIFA voor mezelf leuk te houden. Op welke manier ik dat kan. We hebben ook voor het nieuwe team hebben we al één speler verkocht. Dat deed ik net na mijn Wicked League. En dat is Road to the Final Lala. Of niet, Road to the Final Headliner Lala. Reden hiervoor was eigenlijk heel simpel. Hij was goed. Hij was heel goed. Alleen voor 342k, ik maakte 900 coins winst. I know, pro trader. Had ik zoiets van... Danny Olvis is eigenlijk ook gewoon net zo goed. Dus dat doen we. We hebben dus twee packs die ik wel al nu ga openen. En dan doe ik morgen misschien wel die Champions League SBC's onder andere. Ik wil er vooral nog zo meteen mijn team laten zien. En wat ik daarmee van plan ben voor het komende weekend. We krijgen hier een... Oh nee, ik dacht Inform wilde ik zeggen, maar dat is niet zo. Spaans, LM, dan krijgen we... wie is het ook alweer? Spaans LM? Oh ja, Koke is dan natuurlijk. Hij is niet heel goed. Of in ieder geval voor Chelsea is hij niet heel goed, weet je. We gaan een loan pack, die gaan we natuurlijk discarden. We krijgen mogelijk nog, of we kunnen mogelijk nog genoeg tokens verdienen om Juan Jesus zijn SBC te doen. Dus een FUT Swap SBC, misschien doen we die ook nog wel. Want ik vind het een echt vrij degelijke kaart. Plus, dat is leuk vooraan. Plus, we kunnen hem linken met Florenzi. En Florenzi heeft echt een ramzieke kaart. Oké, we krijgen hier geen walkout. Oh, we krijgen wel een walkout. Leuk, eindelijk. Oké, we krijgen een normale. Oh nee, we krijgen een inform. Yo, wacht. Norse? Josh King. Wat ook niet slecht is hoor. Hij is wel een goed aantal K nog waard. Geloof ik. Dus dat is wel leuk. Oké, Josh King, hoeveel is die waard? 30 kunnen we zeggen ongeveer.
Laten we gaan voor 30. We verkopen hem wel gelijk. Want ik heb niet het gevoel dat we de coins gaan hebben om binnenkort een nieuwe SBC te doen. Dus dat doe ik eerst even. Alright, we hebben Joshua King gelist voor 28k. Dat is volgens FUTBIN waar hij voor ongeveer voor gaat. En op de markt was het een beetje kut om te vinden. We hebben het team dus iets wat omgegooid. Want mensen halen Lacazette en Son eruit. Dus ik besloot te luisteren. En dit is het team dat we dan nu even hebben staan. Dus ik heb Dani Alves weer ingezet. Hem linken we dan met Mbappé. We hebben Rode de Final. En ik zeg het niet graag, want ik weet dat het zijn moet zijn. We hebben eindelijk Ben Ketzer gehaald voor de spits. We hebben Kante gehaald. Ik zal de prijs ook laten zien die ik voor zijn betaald. 305k voor Kante. Vind ik een prima prijsje voor hem. 468 voor Ben Yedder. Ik zou hem nu nog kunnen verkopen. Want Sevilla speelt kennelijk tegen Lazio. En Sevilla is kennelijk niet heel erg in vorm. Dus ik kan mijn winst pakken en dan gooien we het gewoon om. We kijken wel hoe we dat kunnen doen. Of hoe we dat willen doen. Het is gewoon net hoe we het willen vooral. En dan natuurlijk Varane, Courtois en Ramos. Alleen is het ding dus dat we dat waarschijnlijk om gaan gooien. In het belang van, we willen een nieuwe verdediging gebruiken. In de zin van, we hebben Tsjech. En Tsjech, you know, moeten we eigenlijk wel gewoon gebruiken. Is die beter dan Courtois? Courtois is in één ding beter, qua stats in die zin gezien. Het is gewoon dat het mijn keeper is, weet je wel. Het boeit me niet hoe goed die zal zijn in-game. Waarschijnlijk is die prima, maar het is meer gewoon van, wil het gewoon wennen. Ik heb al een beetje zitten denken van hoe we dat gaan doen. Maar voordat we dat, want ik upload deze video op woensdag, hopelijk op tijd. En de reden dat ik dit doe, nu al, is ik wil jullie mening weten. Willen jullie dat ik een tweede team maak, rond bijvoorbeeld mijn Premier League spelers of mijn tradable spelers. En dan een apart team, zodat ik en die drie kan gebruiken. En Tsjech dan bijvoorbeeld in een ander team. En ik wilde laten zien welke, als het goed is heb ik het ingesteld. Hopelijk heeft hij het opgeslagen. Ja, hij heeft een paar dingen opgeslagen. Oké, dit moet ik nog wel instellen. Moet ik het nog wel? Nee, dit moet ik niet instellen. Er was een kijker die via Twitter die zei gebruik de 4-2-4 zoals Koen Weiland hem gebruikt. Koen Weiland is natuurlijk een geweldige speler. Dat weet ik. Ik kijk af en toe wel zijn streams. Niet heel vaak, want ze duren wel best wel lang. En ik kijk niet zo lang achter elkaar vaak een stream. Maar ik zag dit. Ik zag hem dit gebruiken, de 4-2-4 zo. Hij was er fucking goed mee. Dus hoe ik dit in-game zou zetten is Ben Yedder wijd, Rui Costa wijd en dan best een Mbappé spits. Want ze lijken mij de meest betrouwbare afmakers. CM zou dan Pogba en Kante zijn, wat denk ik wel goede keuze zouden zijn. Hij had ook qua instructies dat hij 1 CM op achterblijven, geloof ik. Wat ik hem zag instellen. Dus dat zou dan Kante zijn bij mij. Hij had dat balk, geloof ik. En dan mijn hele verdediging op achterblijven. Ik heb dit nog niet gebruikt. Maar ik wilde het woensdag uploaden zodat ik nog wat kon oefenen in Div Rivals. En misschien kan zeggen, oké, dit speelt inderdaad show. Dit is gewoon Koen zijn ding en dan moet het zo blijven. Dus shout-out naar Koen natuurlijk. Weet je, ik zal zijn link in de beschrijving zetten. Ook al is die veel beter. Jullie kennen hem al. Dan is er dit. Dit kwam ik tegen op Reddit. En ook dit wilde ik een kans geven. Het is gewoon om een beetje te testen wat leuk is naar de patch, weet je wel. Dit is een wat agressieve tactiek. Ik zal de Reddit post ook in de beschrijving laten als ik hem kan vinden. Want gewoon, als je het hele verhaal erover wil lezen van deze man. Hij had zijn beide spits op achter de linies kruipen. Zijn CAM voorin, zijn CDM, stay back en cover wing. Zijn CM's had hij allebei niks op. En zijn fullbacks had hij op balanced attack en overlap. En dit zie ik steeds meer bij posts tegenkomen. Dat heel veel mensen gewoon zo op balanced en overlap houden. Omdat het de breedte biedt die handig kan zijn tegen mensen die de bus parkeren. Weet je wel? Want als iedereen zeg maar zijn middel vol gooit en jij komt er gewoon mee met een Alves of Alonso. Dan kan je wel aardig wat doen. En dan nog natuurlijk mijn 4-4-2. Hier clutch. Nou, althans hier clutch ik. Dat is alsof ik iets goeds had. Hier speelde ik ook mijn Wicked League mee uit. Speelde goed, speelde fijn. Maar ik wil gewoon plan B en zo hebben, weet je wel. Als het een keer niet werkt. Dus stay central, get it behind. Stay forward, best als rechts mid. Stay wide, get it behind and get into the box for crosses. Zelfs dan over Rui Costa. En beide stems, stay on the edge of the box for crosses. Met Kante natuurlijk wel helemaal, want ik kan niet schieten. Dus hij mag de bal alleen afleggen. En mijn fullbacks op stay back. Dat dan weer wel. Ook al leveren ze wel een aanvallende bijdrage. Dus dat is een beetje wat ik in die zin had. Ik hoop dat we gelijk even Josh King verkopen. Hopelijk is dat zo. Maar Josh King is nog niet verkocht voor 28k. Dus ik zie het wel, joh. Ik heb echt geen haast met die kaart verkopen. En zo niet, dan bewaren we hem gewoon. Dan zien we wel. Nieuwe Team of the Week is er natuurlijk nog niet. Ik weet ook niet wat het predicted Team of the Week is. Ook is er natuurlijk een x-aantal SBC's en zo. Maar de reden dat ik deze video vooral maak is, ik wilde jullie en laten zien dat ik wel besluit om Tsjech te halen. En dat ik het leuk vind om het te halen. Ik vind dat de reden soms moet zijn, doe wat je leuk vindt. Doe het wel een beetje met een goede reden, maar doe wat je leuk vindt. Mijn teamnaam is wat mijn teamnaam is. Maar ik wilde ook vooral weten van, willen jullie dat ik een tweede team maak? Bijvoorbeeld met dan mijn untradable Premier League spelers. En dan gewoon één wat super team, weet je wel? En dan kijken we gewoon wat we kwaden van dat untradable Prem team. Of gewoon grotendeels untradable Prem team. En wat we daarvan kunnen maken. Ik ben benieuwd naar jullie mening erover. Misschien zeggen jullie wel van, Mark, belachelijk idee.
Dat kan natuurlijk ook. Sterker nog, ik sluit het niet eens uit. Maar ik ben benieuwd. Ik wil jullie ook die tactieken laten zien. Ik dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Sorry dat het niet allerlangs viel. We hebben tenminste wel weer eens een walkout gepakt. Een walkout in vorm. Dus dat staat in de titel. Je weet hoe ik werk. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer bij mijn rewards. Ik hoop het. Morgen speelt ook Arsenal. Dus hopelijk gaat het goed. Ik zie jullie later. Joejoe.